ben ik. Ik ben Leo Bauer. Ik ben cardioloog in Atrium Medisch Centrum Parkstad in Heerlen. Waaruit bestaat het werk van een cardioloog? Het grootste deel van het werk bestaat uit contact met patiënten die iets aan hun hart hebben. Dat kunnen ritmestoornissen zijn, dat kan pijn op de borst zijn. Dat kunnen mensen zijn met kortademigheidsklachten ten gevolge van het hart. Dat kunnen mensen zijn met een aangeboren hartafwijking. Daarnaast is er een heel groot deel van de tijd besteed aan opleiding, aan nascholing van huisartsen, andere medisch specialisten. En daarnaast is er ook nog wat tijd voor wetenschappelijk onderzoek. Maar welke opleiding en training heb ik gevolgd voor dit specialisme? Ja, je hebt sowieso een VWO-opleiding nodig. Vervolgens heb je een geneeskundeopleiding nodig, die duurt 6 jaar. En als je daarmee klaar bent, dan ben je er nog niet. Dan ga je eerst voor 2 jaar interne geneeskunde studeren. Daarna heb je nog 4 jaar opleiding voor cardiologie. En dan ben je uiteindelijk cardioloog. Maar ook dan ben je nog lang niet klaar, want het vak verandert zo snel. Ongeveer 50% van het vak is in 5 jaar verouderd. Dus je blijft jezelf opleiden en je blijft jezelf trainen. En dat gebeurt bij diverse congressen, cursussen, symposia. Welke kwaliteiten heb je nodig om dit beroep goed te kunnen uitoefenen? Nou, je moet vooral stressbestendig zijn. Dit is een hartbewaking en patiënten die hier binnenkomen, die kunnen van het ene op het andere moment levensgevaarlijke ritmestoornissen krijgen, kunnen een hele lage bloeddruk krijgen of kunnen in een reanimatiesetting terechtkomen. Dan moet je je hoofd koel kunnen houden en dan moet je kunnen zorgen dat je niet in de stress raakt, maar dat je adequaat reageert. Dus stressbestendigheid is een eerste vereiste om het beroep als cardioloog goed te kunnen uitoefenen. Daarnaast werk je in een vrij groot team, dus je moet goed kunnen samenwerken met verpleegkundigen, je moet goed kunnen samenwerken met je collega's, je moet samen kunnen werken met andere specialismen, ook de huisartsen niet te vergeten. Ik denk dat je een teamplayer moet zijn om dit beroep te kunnen uitoefenen. Waar besteed ik de meeste tijd aan in mijn werk? Nou, een groot deel van mijn tijd besteed ik aan gewone patiëntenzorg, het doen van polykliniek. Daarnaast doe ik nog een stuk opleiding en daar, dat is administratief werk vaak. De ochtendrapporten leiden elke ochtend en ook gewoon het aannemen van assistenten, het bespreken van casussen met assistenten. En een stukje van mijn werk is ook de beeldvorming in de cardiologie. Dus ik besteed nog wat tijd aan de echocardiogrammen, ik doe wat mee met MRI. En CT-scans beoordelen samen met de radiologen. Een groot deel van de tijd is toch gewone patiëntenzorg en daarnaast een heel stuk administratief werk. Waarom zou ik iemand aanraden om van deze specialisatie te kiezen? Nou, het is een hartstikke mooi vak. Het is een vak waar je heel veel met patiënten werkt. Patiënten die iets aan hun hart hebben. Het is heel technisch. Hier is bijvoorbeeld de echokamer waarbij je met geluidsgolven van de buitenkant een diagnostiek kunt doen bij patiënten. Op de hartkatheterisatiekamer is het wat meer spannend en invasief. En dan kun je bijvoorbeeld een vernauwing in de kransslagaders vaststellen. De acute zorg op de hartbewaking is heel leuk. Daarnaast op de eerste hulp is een hele leuke en boeiende bezigheid. En op de polykliniek heb je heel veel wisselende en plezierige contacten. Je kunt patiënten echt beter maken en dat is, maakt het vak zo leuk. En het blijft leuk tot, denk ik, tot jij met pensioen gaat. Hoe zie ik de toekomst voor het specialisme en hoe zijn de ontwikkelingen? Nou, ik denk dat er een aantal dingen in ons specialisme spelen. Op de eerste plaats worden mensen gelukkig veel ouder en krijgen ze hun ziekte pas op een veel latere leeftijd. Dus we zullen mensen gaan behandelen die pas op hun 75ste of 80ste levensjaar een hartziekte krijgen. Terwijl we vroeger mensen op veel jongere leeftijd zagen die iets aan hun hart hadden. Dat komt omdat mensen A, beter behandeld worden, zelf beter op hun gezondheid letten. Bijvoorbeeld ze roken minder, ze zorgen dat ze minder dik zijn, ze sporten wat meer. Dat is een van de dingen die we op dit moment zien. Op de tweede plaats zien we ook een heel duidelijke technische ontwikkeling. Hier staat bijvoorbeeld een pacemaker
apparaat waar je pacemakers mee door kunt meten. Hier op de katheterisatiekamer waar we nu zijn gebeuren ook steeds mooiere ontwikkelingen. Vroeger konden mensen alleen maar gekatheteriseerd worden en konden kransagaders in beeld gebracht worden. Tegenwoordig kunnen we met een ballonnetje in zo'n kransagader een vernauwing opheffen. We kunnen daar een stent plaatsen. In de toekomst zullen die ontwikkelingen nog geavanceerder worden, bijvoorbeeld met stamceltherapie voor patiënten met onbehandelbare pijn op de borst. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die we in ons vak zien. Bij de beeldvorming zien we die ontwikkelingen ook. Vroeger hadden we alleen maar een stethoscoop waar we de patiënten mee konden onderzoeken en hadden een elektrocardiogram waar de patiënten mee konden onderzoeken. Tegenwoordig maken we gebruik van 3D-echo, we maken gebruik van magnetisch resonantieonderzoek, we maken gebruik van CT-scanners. En ook deze ontwikkelingen die gaan door en die gaan door en die worden steeds geavanceerder en mooier. Patiënten zullen minder lang in het ziekenhuis zijn, er zal meer polyklinisch gebeuren dan dat we tot nu toe doen. En er zal meer en meer technische apparatuur nodig zijn om die patiënten te behandelen. Iets wat ik nog niet gezegd heb is bijvoorbeeld een stukje preventie. We kunnen ook tegenwoordig door risicofactoren te identificeren en patiënten in vroegtijdig stadium te behandelen al ziekte voor zijn. We kunnen met genetische screening bepaalde erfelijke aandoeningen in een heel jong stadium vaststellen en zorgen dat familieleden of patiënten zelf de ziekte binnen de perken blijft. Dat zijn ontwikkelingen van de toekomst waardoor we de cardiologie steeds boeiender en boeiender kunnen houden.